mee. En dat heb ik dus bijvoorbeeld ook met de rest. Ja. Een Lex. Ja, een hartstikke lieve vrouw. En ja, maar die heeft niet genoeg voor Utopia meegemaakt. En we sluiten wel echt een tijdperk af wat waar echt heel veel mensen heel veel tijd in hebben geïnvesteerd. Ja. En ook heel veel voor hebben betekend. Ondanks dat sommige dingen niet 100% zichtbaar zijn geweest. Hebben mensen heel veel tijd daarin geïnvesteerd. Ja. En ik vind dat dat beloond mag worden. Ja. Of in ieder geval beloond kan worden door ze in het zonnetje te zetten tot dat ze in de laatste 5 zitten. Ja. Want als je het langste van het programma hebt mogen genieten, ja, dan vind ik ook gewoon dat je er thuis hoort. En als je een invulling hebt gehad, hè, dus een belangrijke invulling voor Utopia. Ja. En ja, ik blijf erbij, ja, met Bran, ik vind Bran een hartstikke, ik waardeer hem als persoon in de principes die hij heeft. Maar dat is niet zo goed uit de verf gekomen allemaal. Als je net even wat meer zo, boef, Dan had hij er voor mij ook bij gezeten. Alleen op het sociaal vlak is er zoveel bij hem wat tekort schiet in de zin van Utopia. Ja. Ja. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja. En kijk, en Jesse de Merel hebben dat allebei wel. En jij hebt dat ook. Ook weer op een hele andere eigen manier. Ik heb dat ook. Ja. En Shell heeft dat ook. En Fren heeft dat ook weer op haar manier. En de rest niet. De rest onvoldoende. Vind ik. Ja. Ik ben het in zoverre met je eens dat mensen die hier kort te zitten. En er komt dan op een moment aan dat dat ook zeker gaat gebeuren, ja. Dat die dan stemmen zullen gaan krijgen. Het tricky point bij mij zit Franny en Shelly. Ja. Daar zit bij mij het tricky point. Zitten hier allebei best wel lang. Ja. Shell langer. Franny bekt nu beter mee. Of in ieder geval goed mee. Shell niet. Michelle heeft wel veel voor mij betekend. En nog steeds heeft ze wel ergens een plekje in mijn hart. Fren ook. Alleen wel op een totaal andere manier. Ja. Ik heb daar veel meer historie mee. Ja. Yeah. Ja, en Bran. Ja. Yeah. Persoonlijk niks mee. Ja, gaat zien morgen. Nou, Franny wil Shelly gewoon. Ja, die wil eruit. Ja. Ja. Maar ze moet ook begrijpen dat het allemaal niet zo makkelijk en zo goed is. Kijk, zij kijkt voornamelijk, en ja, dat is misschien heel onaardig om te zeggen, maar ze kijkt heel erg op de oppervlakte van, ja, ik vind jou niet leuk, dus jij mag weg. Terwijl ik in dat opzicht net wat breder kijk van, joh, wie heeft veel voor Utopia betekend? Bijvoorbeeld, Jess wil Maris ook graag houden hier. Ja. Maar ja. In de laatste 5. Maar dat betekent wel dat er ergens een ander plekje vrij moet worden gemaakt. Ja. En waarschijnlijk word jij dat dan. Maar dat zal ik niet tolereren. Ja, zei hij dat? Nou, niet met diezelfde woorden. Maar die zegt wel van, joh, ik wil Maris wel graag tot het einde erbij houden. Maar dat is natuurlijk persoonlijk heel erg goed. Want Maris en Jess hebben wat gemeen met elkaar. En Maris zal eerder op een Jessie stemmen. Denkt hij. Omdat ze wat gemeen hebben met elkaar. En dat Mariska hem waardeert als persoon en hoe die hier is. Kijk, Jess, die zal dat net wat tactisch allemaal nog bekijken.
Jess verwacht ook van mij, van, dat verwacht hij, dat ik de volle, en mocht er gestemd moeten worden aan het einde, dat ik hem ook die volle percentages of stemmen, weet ik veel hoe dat gaat, ga geven. Nou, daar ben ik ook nog niet over uit. En daar ga ik nu ook nog helemaal geen keuzes over maken. Maar als je 3 stemmen te verdelen hebt, dan ga ik ze waarschijnlijk ook verdelen. Denk je dat er meer op mij zou kunnen stemmen om mij weg te krijgen? Nee, denk ik niet. Nee. Nee, denk ik niet. Kijk, langzamerhand, natuurlijk zijn de kopjes nu wel aardig dezelfde kant op. Op een gegeven moment gaat het toch allemaal een beetje zo. Maar dat moet, dat kan niet anders. Ik heb het toch altijd, dat zei ik ook al tegen Merel, die groep is veel te groot. Ja. Kijk, en... Dat is goed. Voor de time being is het fantastisch. Alleen je gaat nu wel merken dat er andere belangen gaan spelen ook. Ja. En ik zal er ook voor strijden om de mensen die ik graag in de finale wil hebben, dat ik die ook in de finale ga krijgen. Ja. En in principe hoeft het allemaal niet hele hogere wiskunde te zijn. Maar niet iedereen zal het ermee eens zijn. Nee. Iedereen andere belangen heeft. Ja. Kijk, Fren heeft ook heel eerlijk tegen me gezegd. Als ik maar bij de laatste 5 zit, vind ik het prima. Ik hoef niet te winnen. Maar ik vind niet dat het de insteek moet zijn. Van joh, dan zit ik er maar bij en dan is het goed dat jullie me eruit wieperen. Bij de laatste 5. Ja. Wat heeft het dan voor meerwaarde? Ja. Kijk, ik zei de laatste ook tegen Sjonius van, joh, luister, ik vind gewoon dat het publiek uiteindelijk de grootste stem daarin mag hebben. Ik hoop 75%. En dat die 25% onder ons verdeeld wordt, en dan is ik er prima. Maar het publiek heeft wel mee mogelijk gemaakt dat we hier op bedjes slapen, dat hier mijn Godse tent staat, dat alles erop en eraan, dat we hier brood hebben en dat we kunnen eten, dat we luxe dingen kunnen kopen enzovoort. Dus ik zou het heel raar vinden als het publiek hier helemaal geen stem in zal hebben. En dat het in het voortraject nu allemaal, hè, dat mensen gewieberd worden. Ja, dat misschien niet zo is. Nou, alleen. Maar uiteindelijk vind ik wel dat het publiek... Het publiek gaat bij de laatste 5 of de laatste groep die overblijft, gaan zij zeker bepalen wie de winnaar gaat worden. En ik hoop dat het ook een groot percentage is. Ja. Want dan kan ik er ook mee leven. Kijk, hier hebben we een bepaalde hiërarchie van, die staat hier, want die heeft de finance gedaan. En die doet die, want die heeft veel geld verdiend voor de BV. Uiteindelijk mag het publiek beslissen wat zij het belangrijkst vinden. Vinden ze geld verdienen belangrijk? Vinden ze leiding belangrijk? Vinden ze humor het belangrijkste? Vinden ze rechtvaardigheid het belangrijkste? Enzovoort, enzovoort. Noemt ze persoonlijke ontwikkeling. Ik vind dus dat belangrijk. Ik vind dat het publiek dat mag bepalen. Ja. Waarom heeft zegt Jesse in zo'n interview met Sjonius dat hij Brenda bij de laatste 5 vindt horen? Weet ik niet. Echt weet ik niet. Ik zei dat ook tegen meer van, hè? Ik snap hier geen kleut van. En dan zitten wij hier en dan maakt het hem geen donder uit. Nee. Dat vond ik ook heel raar. En misschien strategisch, omdat Jordi er ook bij stond. Maar ik kan me dat niet voorstellen. Want Jesse is wel van, die weet donders zo goed. Want als hij dat tegen Sjonius zegt, dan wordt het dus... Wordt het wel in Nederland gebracht van, nou, dit zijn de laatste 5 voor Jesse. En als hij dan de volgende week in één keer, daarom was hij er ook op tegen om Brendan te doen. Als hij volgende week of deze week nog in één keer Brendan erop zet. Ja, dan is de geloofwaardigheid natuurlijk... Maar ik kan je wel vertellen, dat gaat wel gebeuren. En dan kan Jesse hoog of laag spelen. Dat gaat wel gebeuren. Kijk, er wordt ook gezien van, ja, Jesse is meesterbrein en dit en dat. En hoe, die rekent alles uit en dit en dat. Grotendeels is dat ook wel zo. Maar er zitten natuurlijk nog wel heel veel zijtakjes aan. Jesse heeft hier niet alles voor het bepalen, voor het zeggen. Dat hoort ook allemaal niet zo. Want als ik het ergens niet mee ben, doe ik het niet. Als ze mij nog even op het laatste moment werd verteld van, joh, jij gaat op Shelly stemmen, dan ga ik het niet doen. En zeker niet hoe ik nu voel, hoe ik eronder ben. Dat ik het toch echt best wel moeilijk vind. En dat ik toch best wel realiseer van, nou, Shelly verdient het wel. En als Jess zegt van, joh,
Brennan gaan we houden tot de laatste vijf. Dan mag hij dat proberen. Maar dan ga ik niet in mee. Want ik vind dat andere mensen daar een plekje in hebben. In mogen hebben. Het zijn er namelijk niet zoveel vijf. Ik ben benieuwd hoeveel hij uiteindelijk te zeggen heeft. Ik ga dat eens observeren aan het eind van de laatste vijf. Ik ben daar heel nieuwsgierig naar of hij inderdaad... Spiegel aan te kijken, Cel. Dat kan ik wel. Want Merel is meer met mij eens dan Merel met Jessie, hoor. Ja? Ja, natuurlijk. Dat is gewoon puur van, ik vind alles best. Maar uiteindelijk, ja, mooi puntje bij die waarzegster. Uiteindelijk, als ik wel iets wil of ik moet ergens voorbij gaan, dan poef, en dan gaan we niet doen. Dan gaan we het ook echt niet doen. En ik hoef die hele leiding niet te hebben van, dit. Dat interesseert me gereed. Maar ik vind op zich mijn kijk op de laatste vijf best wel realistisch.